Wat is essentieel voor het vrouwenvoetbal om de groei van het afgelopen jaar door te zetten? De Nederlandse Eredivisie is natuurlijk al een aantal jaren, is al een aantal jaren geleden van start gegaan. Ik denk dat daar nog steeds wel een ontwikkeling in mogelijk is. En hetzelfde geldt eigenlijk voor het nationale team. Kijk, je ziet vanaf het moment dat wij echt zijn gaan presteren, en met name het EK, zie je dat het voetbal echt is gaan leven. Het meisjes- en het vrouwenvoetbal. En ja, die ontwikkeling willen we natuurlijk heel graag doorzetten. Dus daarin denk ik wel dat prestaties van het nationale team heel belangrijk zijn. Omdat die ook gewoon weer een voorbeeldfunctie hebben naar de rest van het amateurvoetbal in Nederland. Voel je daarom ook meer druk van voor veel vrouwen die natuurlijk nu naar jullie opkijken? Van als wij het nu nog steeds goed doen, dan kunnen wij die groei doorzetten. Denk je er ook echt zo over na? Nou, ik zie het niet als een druk, maar ik denk wel dat een van onze belangrijkste doelen is en is geweest ook, is het inspireren van het meisjes- en vrouwenvoetbal. En ja, ik vind het persoonlijk fantastisch dat kleine meisjes die op voetbal zitten, dat die nu Lieke Martens willen zijn. Sterker nog, niet alleen meisjes, maar ook jongetjes willen Lieke Martens zijn. En kijk, de droom die zij hebben, die kan nu uitkomen. Zij kunnen profvoetbal gaan spelen en zij kunnen Oranje Leeuw weer worden. En ja, zij kunnen genies van de zanden gaan worden. En ja, dat wij dat hebben waargemaakt, vind ik wel een van de mooiste dingen eigenlijk, wat er na het EK is losgekomen. Mis jij nog iets in jouw carrière of in jouw leven? Ja, ik zou met het Nederlands elftal nog heel graag een goed WK willen spelen. Want ja, kijk, een EK, dat was eigenlijk fantastisch. Maar een WK is wel echt iets heel anders. Daar komt de volledige wereldtop komt daar. Komt er opdagen en ja, daar willen we ook ons graag weer mee meten. Welke rituelen of gewoontjes heb jij? Heb je er überhaupt een paar? Ja, ik heb wel wat dingen waar ik me toch wel aan vast blijf houden. Dus het gaat wel altijd eerst de linkerkant wordt zeg maar aangekleed. Dus ja, de linker sok, de linker handschoen, de linker voetbalschoen en dan rechts. Ik kan ook nog wel eens jongleren in de kleedkamer en niet om de clown te zijn, maar gewoon puur om eigen focus eigenlijk te pakken. Ja, moet eerlijk zeggen, het is iets minder geworden. Maar ze zijn nog steeds wel, als het belangrijk wordt en de druk is hoger, dan vind ik het een fijne manier van ontspanning. Vind jij belangrijk hoe mensen over je denken? Nou, wel hoe mijn familie en vrienden over mij denken. Veronica en Said, dat zijn natuurlijk hele opiniemakers. Kan jij je daar druk om maken? Nou ja, kijk, het is ook hun job, zeg maar, om iets te vinden over hetgeen wat wij laten zien. En ja, het is een goed recht om daar een mening over te hebben. En we hebben altijd gezegd, we willen graag populairder worden. Nou, dit is iets wat daarbij hoort. En ja, ik zal niet zeggen dat het heel leuk is. Het is een andere kant van het profbestaan eigenlijk. En ja, het hoort erbij. Maar ik denk wel dat het aan ons is om je daar ook voor af te sluiten. En om eigenlijk te kijken waar het echt toe doet. En dat is wat je trainer ervan op het veld vindt. En voor mij wat mijn familie en vrienden van mij buiten het veld van mij vinden.